In deze tweedelige aflevering gaan we met de metaaldetector naar een oud kasteel. Zo bizar vet gewoon. Ja, vanaf de 11e eeuw stond dit kasteel er zeg maar al. In de 14e eeuw werd er op dit punt tol gegeven van alle boten van en naar de stad Maastricht. Hij is geknipt hè, deze. Ja, hij is echt een geluksvogel. Deze is echt... Deze locatie zit vol met spannende verhalen van vroeger. Zo zijn hier op deze locaties tientallen jaren geleden mummies teruggevonden in de kelder van dit kasteel. Doe alvast een blauw duimpje omhoog, want bij 250 blauwe duimpjes omhoog komt deel 2 snel online. We zijn dus nu bij een kasteel en bij dat kasteel hebben we toestemming gekregen om met een metaaldetector te zoeken in de oude grachten. Maar die grachten kwamen uit de 16e eeuw, dus dat is wel echt super oud. Daarnaast zou er ook nog geheime gangen zijn, geheime kelders. Dus ja, dit wordt echt wel weer een avontuur. Een of andere tombe of zo zou dat zijn, toch? Waar mummies of zo, ja. Mummies, dat is echt super raar. Na even lopen kwamen we aan bij de ingang van het kasteel. De grachten zijn leeg, er staat geen water in. Dus we kunnen dus met een metaaldetector zoeken. We hebben de toestemming gekregen om dit te doen. En of er bepaalde gangen zijn, echt exclusieve ruimtes die enorm gaaf zijn, waar normaal niemand bij kan komen. Dus ik ben... Ah, dat ziet er mooi uit. Ja, dit is ik ben mooi, zo man. Benieuwd. Kijk dan. Zo bizar vet gewoon. Ja, vanaf de 11e eeuw stond dit kasteel er zeg maar al. Wij gaan in ieder geval nu zoeken met een metaaldetector op deze locatie. Zelf hebben ze al dingen ertussen gevonden, van oude flesjes, andere dingen. Spullen drop ik even hier neer. En dan gaan we gewoon zoeken. Die zag dus daar achter een fles liggen. Wat is dit? Een riool of zo? Ik heb begrepen dat de Maas hier doorheen stroomde. Nou, ik heb zelfs begrepen dat de Maas langs dit gebouw stroomde. Maar goed, dit is dus oude kracht. Ik zou zeggen, dit duikt er eens in, Floris. Kan het dat er opeens water in komt stromen? Nee, dat helemaal niet. Ga maar gewoon erin. Oh, ik wil echt weten wat hierachter zit eigenlijk. Ja, dan die kruiptuin gewoon. Ja, toch? Oh, wow, allemaal spinnen in mijn nek, maat. Nou, we hebben dus de fles. Hij is waarschijnlijk niet heel erg oud. Maar we gaan gewoon verder met het zoeken op deze plek. Kun je veel dieper erin of niet? Ja, nou, je kon er dus wel een stukje in. Maar op een gegeven moment ging die grond zo hoog dat je er eigenlijk niet meer in kon. Wou jij even kijken? Nee, nee. Ik heb het ook niet met spinnen. Ben je ook niet zo claustrofobisch? Ja, gewoon die spinnen. Dat, Ah ja, daar hebben we veel ervaring mee. Oh, vreselijk. What? Man, weet je hoe groot spinnen er gaat, ouwe? Holy shit, ouwe! Man, ik had het niet verwacht. Ik had het niet verwacht. Shit. Ik heb dus mijn eerste musketkogel gevonden. Het zou dus kunnen dat hier kanonnen hebben gestaan en dat je dan ook echt de kanonskogels gaat vinden. Dan moet je wel echt op ijzer graven. Ik zag trouwens wel dat letterlijk dit stuk, hier is dus zeg maar de slip afgehaald. Dus je zit ongeveer een meter lager. Maar hier is dat dus nog niet gedaan. En hier zie je dus echt overal, zie je van stukjes fles, achterkantjes van een fles. En nog meer stukjes. Ah, Luc die heeft een munt gevonden. Het kan ook nog een knoop zijn. Ja, precies. Oh, hij is heel dik is die. Hij is echt heel dik en hij lag in de klei hier. Nice. Maar volgens mij is dit echt, kan dit Romeins zijn? Of is het gewoon... Dat durf ik echt niet te zeggen, maar weet je, ik ga er verder niks aan doen. We gaan gewoon kijken wat voor munt het is en of die nog schoon te maken valt en of die dan nog leesbaar is. Maar we hebben in ieder geval wel de eerste munt gevonden van deze locatie. Ik ga die kant op lopen, want mijn metaaldetector die ligt natuurlijk nog daar. Deze munt komt uit de stad Liège. In de gracht vaarden vroeger boten om tol te betalen. Daarnaast werden deze boten regelmatig geplunderd door de tolwachters van het kasteel. Nadat we deze munt hadden schoongemaakt, kwamen we erachter dat hij kwam uit het jaar 1747. Er liggen hier allemaal flesjes, het ligt helemaal vol. Maar dit is dan echt zeg maar de periode van 1920 ongeveer, al die flesjes die hier liggen. Maar wat hieronder ligt, dat moet gewoon super oud zijn, want het ligt echt gewoon een meter onder de laag zeg maar wat hiervoor gelegen heeft. Kijk, het ligt helemaal vol gewoon. Ik pakte mijn metaaldetector en ging op deze verhoging zoeken. Ik dacht ik ga eens kijken met de metaaldetector op deze plek waar al die flesjes en zo liggen. En ik vind hier dus zeg maar de bovenkant van een oud flesje, maar er staat allemaal randtekst op. Ik ga het gewoon even aan Luc laten zien, want die heeft heel veel verstand van dat soort dingen. Kijk, dit is wel oud. Trouwens is het. Nee, ja, dat weet ik niet, maar... Die kan je er los eraf halen. Ja. Ik weet niet of het zilver is, maar hij is wel echt nog een hele goede conditie. Maar tin kan ook. Oh, daar staan ook letters op, een bloemetje. Kijk, kom in, loop eens mee. Want er ligt dus daar, zeg maar, dat is die plek waar die slip niet is afgehaald. Daar ligt het helemaal vol. Kijk, met allemaal flesjes. Kijk dit.
Kijk hoeveel flesjes er hier liggen. Maar ze hebben dus die hele laag eraf gehaald. Dus dit is echt het nieuwe gedeelte, ongeveer 1920 en zo. Ja. Dus dat ga je hier beneden ga je dat niet vinden. Oh, wat gaaf, man. Daarom al die flesjes hier gevonden. Maar deze is mooi, man. Maar wat staat erop? Ja, dit kon je dan eraf draaien of zo. En dan dit stuk zat dan zeg maar de kurk, zat nog kurk op. En dan kon je het echt zo heel netjes doseren, maar krijg je er niet 1, 2, 3 af. Maar hij is wel echt heel mooi nog. Ik heb nog niet het hele stuk gehad, dus ik ga even verder zoeken rond dit stuk. En als ik iets vind, dan gaan jullie het sowieso ook zien. Zit dat toch tegenaan of niet? Ja, het lijkt het wel op. Volgens mij een onderdeel van een oude klok of zoiets. Tandwieletje. Ah, ja. Dat is wel grappig. Maar dit is allemaal jaren 20, heb ik het idee. We gingen verder met zoeken en al snel hadden we een nieuw signaal. We graafden het gat open en vonden al snel een oude kogel. Deze kogels werden gebruikt in 1800 door de Limburgse schutterij. We zochten verder en al snel vonden we nog geen meter ernaast nog een kogel. Ik vind het vooral een hele aparte plek om schutterijkogels te vinden. Laat het mij weten in de comments hoe jullie denken dat deze kogels hier terecht zijn gekomen. Maar er ligt wel echt enorm veel puin en zo tussen allemaal troep en zo. Maar tussen die troep moet je gewoon echt een beetje doorzoeken. Maar het is zo lastig, want je zit echt op een laag van misschien een meter diep. Tot zo hoog heeft natuurlijk water gestaan. Maar het gekke is dat hier dus een soort van tunnel loopt. En die tunnel die heeft dus altijd onder water gestaan. Wij gaan even kijken wat voor tunnel dit is en of we verder kunnen. Maar ja, ik denk het niet. Het lijkt mij eerder een soort riool. Dat kan niet eens eigenlijk. De Maas heeft hier doorheen gelopen, zei ze. Maar dit is zo enorm oud, maar we kunnen gewoon niet door. Maar wat ik wel zag, is dat er hier een soort van een luikje was waar je dan wel weer doorheen kon. Maar dat hebben ze helemaal vol gegooid en dit hebben ze dichtgestort met beton. Als dit stond waarschijnlijk vol water of bijna vol water, want kijk, hier zie je ook echt die kalk helemaal zo lopen. Zo. Ja, dat komt altijd door water, toch? Ja, ja. Dus ik wil eigenlijk weten wat erachter ligt. Maar we kunnen er dus gewoon niet achter komen omdat het dicht zit. We lopen naar de plek waar tientallen jaren geleden de mummies van het kasteel zijn gevonden. Kijk, het plafond. Ja, mensen waren ook veel kleiner vroeger. Ja, gek is dat eigenlijk. Hè? Maar sowieso Limburgers wel. Dat is wel zo. Ja, ik denk naar het noorden toe. Dan scheelt dat zo erg van Nederland en Limburg? Ja, dat is wel echt zo. Nee, ik vind het Limburgers bij België, hoor. Nee, ja, dat ga ik heel veel commentaar op krijgen. Nee, dat vind ik ook. Oké, nee, dan is het goed weet, ja. Ja. Hij zei tegen mij, je moet hier rechts. Ja, maar kunnen we hier door? Oh. Nee, dit is volgens mij de toppen geweest. Ja, denk je dat het dit is? Gaat dit nog verder of niet? Ik zou eens kijken als ik hierop kan komen. Ik vraag me gewoon af of dat dit is. Dit zou dus die tombe geweest moeten zijn waar die mummie gevonden is. Ja, en de grafsteen staat buiten. Waar staat die dan? In de tuin. En daar mogen we straks gewoon gaan zoeken. Maar die mummie toch, hoe oud is dat? Hoe oud is dat wel niet? Staat. Maar het kan ook dat het gewoon minder oud is dan dat ze dat in de Egyptische tijd hadden gedaan. Ja, zeker. Ja? Dat was echt zoveel jaar voor Christus. Ja. We lopen naar de grafsteen van de kasteelheer die hier ooit 300 jaar geleden in deze crypte heeft gelegen. Dit is van Philibert van Isidoren. En zijn vrouw heette Aleida van Agri. Hij werd kasteelheer in 1647. Hij was luitenant-kolonel in het leger van Frederik Hendrik. Al laten maken is een grafsteen en die bevond zich in de kerk van Borgaren. Maar hij heeft er dus nooit onder gelegen met zijn vrouw. Want zoals ik net al vertelde, hij was in het leger van Frederik Hendrik, dus hij was protestant. Ja. En in 1672 werd Maastricht weer heroverd op de staatse troepen door de Fransen. Ja. Lodewijk XIV. Dus toen hij 5 jaar later stierf, had de kerk niet meer de protestantse signatuur, maar was weer een katholieke kerk. En toen zeiden ze, die protestant, die komt er niet in. En zijn vrouw sterft 1 jaar later. En dus, omdat ze in de kerk niet begraven mochten worden, hebben ze die hier in die crypte hebben ze die bijgezet. Echt heel erg vet. En daar heeft zich een proces van natuurlijke mummificatie afgespeeld, waardoor dat die twee mummies... Natuurlijke... Ja, nee, die waren niet gebalsemd of zo. Dus want er is nou op dit moment iemand een boek over het schrijven. Dus die hebben 300 jaar, bijna iets meer dan 300 jaar, hebben ze in die crypte gelegen.
En toen de huidige kerk gebouwd werd ter vervanging van die vorige kerk, heeft de toenmalige baron van het kasteel, die heeft toen ervoor gezorgd dat die steen vanuit de kerk hier naartoe werd gebracht. Zo waarschijnlijk van, zij zijn al hier, laten we de steen dan maar terugbrengen. En toen hebben ze die hierin gemetseld, dus dat is eigenlijk een prachtig document. In de volgende aflevering gaan we nog verder op zoek met de metaaldetector op deze locatie. We gaan zoeken in de tuin van dit middeleeuwse kasteel. Geknipt hè, deze. Ja, hij is echt een deze is echt vet. Ik heb hier het ene gat en hier is het andere gat en ik vind het gewoon echt een super oude. Wil je dit niet missen? Zorg dan dat je je abonneert op mijn YouTube kanaal. En dan zien we jullie bij deel 2 van dit avontuur.